Koen, wat vond je van de eerste helft van je ploeg? Tot aan 30 minuten zijn we denk ik wel dominant en sterker. Maken we een goede eerste goal. En dan draait het momentum een beetje. Krijgen we het niet onder druk. Doen we niet de goede dingen op het middenveld met elkaar. En dan komen zij plotseling in overtal. En dan is het geen hele grote kansen die we weggeven. Maar is het wel optisch dat je denkt, oh, moet niet zo'n tweede helft in. Vorige week had je het over dat je graag hoopt op weer wat open wedstrijden. Is dit dan zo'n open wedstrijd? Nou, hij is niet heel open, maar hij is in ieder geval wel met een veel betere, althans vind ik, hè, een veel betere voetballende intentie. Dat vind ik wel dat je de complimenten aan Quick moet geven. Dat ze in ieder geval hier komen om voetbal te spelen en proberen vanuit verzorgd opbouw in ieder geval tot kansen te komen. Hoe kijk je dan terug op de gehele wedstrijd? Nou, dan doen we het tweede helft een stuk beter. Maken we een goede goal met Timo, hè, dat is dan de 2-0. Ja, en dan is het weer, dat is een beetje wat ons momentum waar we het heel veel vaak met de ploeg over hebben gehad. Dan is de bal die Stef cruciaal bij even verkeerd speelt in zijn voeten, is het moment waar die corner weggeven. En dan draait het hele momentum weer om, waar we gewoon een kwartier lang dominant zijn. En je denkt, nou je speelt 2-0 uit. Krijgen zij er plotseling weer geloof in, worden wij weer wat moeier. En dan draait het in één keer en dan geven we, ik denk ook nog wel redelijk eenvoudig, geven we op dat moment 65 minuten geven die dingen goal weg. Ja, en dan krijgen we nog wel wat halve mogelijkheden. Maar is het ook wel weer met hakken over de sloot, uiteindelijk winnen we met 2-1. En dat heeft ons, laten we zeggen, tegen AZSV en tegen Dato en dat soort clubs hier thuis, deed het ons zeer en kopten ze hem in de laatste minuut erin. Nou, dat is gewoon niet goed, dat momentum moet niet gedraaid worden. En als we dan echt kampioen willen worden, dan moeten die dingen eruit met elkaar. En moeten we ook met elkaar doen. Wat voor effect heeft dat hoge druk zetten van Quick dan op jullie spel? Nou, dat heeft niet zoveel effect. Het is niet zo dat we daar in de problemen komen. Of, dat had niet het moment dat ze daarin heel veel ballen veroverden of dat soort dingen. Dat, alleen het momentum is dan weg. Het geloof is even weg. Dan loop je achter je eigen man aan. Nou, staan we weer net te komen. De vallen duels niet helemaal goed op dat moment. Is het aan de bal net te veel handelingen. Nou, dat heeft allemaal een beetje te maken met het feit dat zij weer geloof hebben. En je moet er gewoon geen geloof geven. Deze keer trek je hem in de slotfase wel over de streep. Je noemde net al 2 wedstrijden waarbij het niet gebeurde. Is dat dan ook een stukje progressie? Is dat dan progressie? Nou ja, aan de ene kant is het progressie. Maar we geven ook nog dat ene schot weg natuurlijk uit de kluts die bij Stef Vollebak erin valt. Dus en we krijgen zelf, dat doen we dan wel wat beter vind ik. In de laatste minuten houden we de bal wel wat vaker. Hè? Maar maken we ook weer keuzes dat je denkt waarom speel je de bal niet gewoon af en beweeg je weer door met elkaar. Ja, dan doen we in vermoeidheid, maken we toch niet altijd de goede keuze. Nou, daar moeten we echt volwassener in worden.